Russians, they're not all bad. How about the Cuban Missile Crisis? Cocksuckers moved nuclear warheads into Cuba, pointed them right at us. That was real? I saw that movie. I thought it was bullshit. The Sopranos. Dames en heren, jullie hebben het goed gezien aan de titel. Ik ga weer een serie reviewen en dit keer gaat het natuurlijk over de welbekende, wel grondgelegde, wel geïnspireerde serie The Sopranos. En het wordt gezien als daadwerkelijk een van de allerbeste series ooit gemaakt, als niet de beste serie ooit is gemaakt. Daar zijn heel veel critici over, ja, het wel eigenlijk over eens. Is het een groot statement om nou iets te zeggen van ja, de beste serie ooit? Ik persoonlijk vind dat je dat niet kan pinnen op überhaupt iets, op een serie, een game of whatever. Aangezien er heel erg veel verschillende aantal genres zijn, heel veel verschillende aantal culturen zijn, heel veel verschillende smaken zijn qua series, qua shows. Maar om te zeggen dat dit een van de beste series ooit gemaakt is, één van de beste ooit, is duidelijk geen understatement. Want ik heb hem daadwerkelijk gezien, dames en heren, alle zesde seizoenen. Ik ben er 3 maanden mee bezig geweest, zo pak een beet ongeveer. 2 keer, het was eigenlijk best wel een hele zit. Maar als je het mij vraagt, had de serie echt nog veel langer mogen duren. Want ik was er echt daadwerkelijk wel heel erg in geïnvesteerd. En meer als ik eigenlijk had gedacht. En ik ben ook een beetje niet al lang geleden met series begonnen. Ik heb de serie Breaking Bad eigenlijk gezien. Dat is eigenlijk mijn eerste echte serie waar ik mezelf persoonlijk in heb geïnvesteerd. Daarna had ik Better Call Saul gezien. Ik heb ook allebei die series heb ik gereviewd op mijn Instagram. Ik heb ze niet gereviewd op mijn kanaal, zoals ik op deze manier nu aan het doen ben. Maar dat komt omdat, ja, weet je, het was een relatief bekende serie al. Breaking Bad kennen heel veel mensen eigenlijk al. En wat ik eigenlijk heb gemerkt is met deze serie, The Sopranos, in mijn persoonlijke kringen dan, dat het niet echt heel erg bekend is. En dat heeft waarschijnlijk te maken met de tijdsperiode waarin deze serie uit is gekomen. Want deze serie loopt daadwerkelijk van 10 januari 1999... tot en met 10 juni 2007. Dat was de laatste aflevering. En dames en heren, dat heeft het is een oude serie dus. En ik ben eigenlijk hier om eigenlijk ook jullie over te halen om deze serie ook te gaan kijken. Want heel veel mensen kennen het gewoon niet meer. Terwijl het wel een van de meest influentiële series is ooit, maar dan ook echt ooit gemaakt. Sterker nog, de maker van Breaking Bad, de producer, Vince, heeft daadwerkelijk gezegd dat zonder The Sopranos er ook geen Breaking Bad zou zijn. En dat het ook een hele grote grondlegger is geweest voor heel veel andere moderne series die zijn uitgekomen. En het heeft heel veel andere producers geïnspireerd om ook zulke anti-hero climaxes te maken. En dat heeft deze serie ook heel erg goed gedaan, dames en heren. Want om een kleine introductielijning te geven over wat deze serie te maken hebben, zonder spoilers te zeggen. Ik ga geen spoilers geven. Dit is een spoilervrije review. En dat zijn altijd lastige reviews om te maken. Aangezien het feit, ja, je wilt toch mensen overhalen om een serie te gaan kijken. Je wilt toch vertellen hoe goed het is en waarom het goed is, zonder dat je eigenlijk ook maar iets kan gaan verklappen of waarom het eigenlijk zo is. Dat is altijd een beetje de uitdaging van het maken van een spoilervrije review. Maar ik sta er ook wel echt voor in om dit gewoon op deze manier te doen. Om jullie over te halen om deze serie ook te gaan kijken. Want als je het mij vraagt, is het zeker een must watch. En ja, voor echt diverse redenen, dames en heren. Het is eigenlijk heel erg simpel. Waar de serie over gaat, The Sopranos is een Amerikaanse dramaserie van regisseur-schrijver David Case over de Italiaans-Amerikaanse maffia in New Jersey. Hoofdrollen worden vertolkt door onder andere James Gandolfini, Eddie Falco en Lorraine Bracco. In deze serie draait het om het dagelijks leven van maffiabaas Tony Soprano. Nou, James Gandolfini speelt daadwerkelijk Tony Soprano en dat is gewoon heel dat is eigenlijk de hoofdpersonage van deze serie. En je ziet natuurlijk de manier waarop hij zaken doet. Je ziet eigenlijk, het is eigenlijk een serie die in mijn ogen twee verschillende series. Het is af en toe gewoon alsof je twee verschillende series kijkt, aangezien de ene keer zie je zijn maffialeven en de andere keer zie jij zijn familieleven. Dus het zijn eigenlijk twee verschillende dingen en soms crossen die lijnen ook interessant over met elkaar. En wat deze serie eigenlijk, waarom deze serie er eigenlijk voor mij echt uitspringt qua maffia gerelateerde series, qua films,
Is omdat je ook echt de mentaliteit ziet van Tony. Je ziet wat er in zijn hoofd omgaat. Je ziet hoe hij de manier waarop hij zijn geld verdient voor zijn familie goed praat. En ja, je ziet eigenlijk die twee verschillende dingen. Dus eigenlijk zijn mentaliteit en zijn fysieke leven in de maffia zie je heel erg goed terug in deze serie. En ja, dat springt heel erg leuk op en neer met elkaar. En dat houdt het ook gewoon interessant om te zien hoe zo iemand opereert, hoe zo iemand in het leven staat en wat er eigenlijk allemaal nog meer bij komt kijken. En dat is wat deze serie voor mij heel erg interessant maakt en interessant houdt. Ook de characters, dus bijvoorbeeld de leden van de familie, de maffialeden en de familie, hebben ook allemaal hun eigen, ja, verschillende verhalen, hebben hun storylines. En ja, daar zie je ook heel erg veel leuke, interessante dingen van terug. Hoe hun erin zijn gestaan, hoe hun in het leven zijn gekomen, et cetera, et cetera. Heel veel hebben ook voor zijn vader nog gewerkt, Tony Soprano. Die heette Johnny, dat was ook de maffiabaas toen de tijd van New Jersey. En ja, heel veel familieleden die ermee aan geconnecteerd zijn. En je ziet eigenlijk iedereen's point of view. En dat is het wat het ook heel erg leuk maakt om te zien. Dus eigenlijk, ja, een drama-misdaadserie, dames en heren. Ja, qua in-depth character, qua visual storytelling is het heel erg mooi gedaan. Heel erg veel symbologie zie je eromheen zittende. Er is echt heel erg veel nagedacht over, ja, bepaalde aspecten van het leven en hoe ze die dingen via de camera verder omhoog kunnen prijzen. Symbologie tot aan de muziek, tot aan de scènes, cinegrafisch gezien, en zelfs tot aan de titels toe. En dat is iets wat ik eigenlijk heel erg goed kan waarderen. Het is ook niet echt een hele rechte lijn of zo, van seizoen 1 tot 6. Want er zijn ook een paar, ja, afleveringen die voelen echt als standalone afleveringen. Er zijn natuurlijk wel drastische gebeurtenissen en overheersende plotpunten die altijd aan blijven houden. Maar het streeft soms heel erg ver af van het hoofdverhaal. Soms zie je verschillende verhalen van andere karakters, bijvoorbeeld van zijn familieleden of andere maffialeden. En dat is ook heel erg hartelijk welkom. En dat geeft ook meer een in-depth view over de karakters, over de wereld en over de mentaliteit van deze mannen eigenlijk. En over de gevaren van de maffia en over de gevaren. En eigenlijk over waar je de grens trekt tussen goed en kwaad. En hoeveel je het goed kan praten. En ja, een beetje dat anti-hero concept dat Breaking Bad ook heeft. Ik zou deze serie zelfs nog hoger prijzen als zo bijvoorbeeld een Breaking Bad. Als je het mij vraagt, is dit op dit moment de beste serie die ik ooit heb gezien. Om nou even een vergelijking te trekken. Breaking Bad is een hele goede serie. Maar op heel veel vlakken aan één kant voorspelbaar. En eigenlijk ook gewoon een beetje voor de fans gericht. En een beetje extraverte drama. En deze serie forceert verschillende plotpunten niet. Maakt sommige plotpunten ook expres niet af. Heeft meer een nihilistische viewpoint. Is ook niet bang om, ja, wat langer scènes uit te laten draaien. En ja, je echt tijd te geven om je te investeren in deze personages. En dat doet deze hele serie gewoon heel erg goed. En ja, zoals ik al zei, dames en heren, het zijn 86 afleveringen. Het is een hele lange zit. Maar ik heb me om geen moment verveeld. Waren er een paar mindere afleveringen bij? Absoluut. Maar dus, ja, er waren heel erg veel hoogtepunten. Qua actiescènes, ja, de paar actiescènes die erin zaten, ja, dat was niet heel erg spectaculair. Dat was soms zelfs lachwekkend slecht gedaan. Maar de goede karakters, het in-depth verhaal, de cinegrafisch gezien, symbolisch gezien, is het gewoon overheerst dat die kleine minpunten van de serie zeker te weten wel. En ja, het is misschien een serie waar je een beetje moet inkomen. Ik bedoel, als je bij seizoen 1 begint, ja, je ziet ook wel dat een beetje verouderde kwaliteit is. En misschien qua casting en misschien qua direction en whatever. Als je het mij vraagt, zijn seizoenen vanaf seizoen 2 begon het bij mij echt een beetje te investeren. Begon het bij mij echt een beetje op te bloeien. En was ik eigenlijk niet meer van het scherm af te slaan. Dus ja, dames en heren, deze serie, The Sopranos. Ik snap wel waarom ze zeggen dat het een van de meest influentiële series ooit is gemaakt. Ik snap waarom ze zeggen dat het een van de beste series ooit is gemaakt. Is het voor iedereen? Ik weet het niet. Ik bedoel, er zijn heel veel Godfather referenties, heel veel Goodfellas referenties. Ik bedoel, als je een beetje van maffia gerelateerde dingen houdt, dan vind je het sowieso wel leuk.
Maar ik denk ook niet dat dat per se hoeft, aangezien, ja, nogmaals, het zijn eigenlijk twee verschillende aspecten. Zoals ik al eerder zei, het licht en het slecht. En je ziet ook gewoon de mentaliteit van Tony, je zit heel veel in Tony's ogen. Het is ook wel een typische familiedrama, dus het is niet alleen maffia gerelateerd. Zoals ik al zei, het voelt soms alsof je twee verschillende series kijkt met hetzelfde personage. Dus ik denk dat het daarom ook wel over het algemeen door heel veel mensen gewaardeerd is. Heel veel van het maffia gerelateerde... heel veel maffia gerelateerde zaken worden nogal een beetje naar de achtergrond gehaald om eigenlijk de persoonlijkheid en de mentaliteit van Tony naar voren te halen en om eigenlijk een in-depth verhaal te krijgen over hoe deze mannen zijn. En dat is waarom deze serie in mijn ogen uitstaat bij andere series. En ja, om nou een cijfer te geven voor deze serie, ik heb er even over nagedacht. Een 10 ga ik niet geven, ik geef eigenlijk nooit iets een 10. Er kunnen natuurlijk altijd dingen bezig zijn. Is het de perfecte serie? Nee, zeker niet. Is het een van de betere series ooit gemaakt? Zeker wel. En ik moet ook echt jullie allemaal vragen om het gewoon een keer te gaan proberen. Het staat op HBO Max, het is ook zelf van HBO, dus vandaar dat het er ook op staat. En als officieel cijfer, dames en heren, daar zitten jullie natuurlijk allemaal op te wachten. Wat is het cijfer dat ik ga geven? Ik heb deze spoiler vrijgemaakt. Dus het is misschien... Ja, je moet het gewoon zelf kijken. Maar een 9.8 is voor mij een ethisch gejustificeerd cijfer om te geven voor deze absolute gouden serie. Dus ja, dames en heren, mocht het nou zo zijn dat jullie deze serie al hebben gezien, laat het even weten in de reacties. Laat het even weten in de comments. Dames en heren, het heeft eigenlijk alles een beetje. Drama, actie, misdaad, drama, actie, misdaad, humor heeft het ook. Ik heb aan het begin van de video heb ik ook een grappig stukje laten zien. Niet geforceerde humor, gewoon humor dat natuurlijk op het beeld verschijnt en natuurlijk leuk is om altijd een beetje te zien. Het is een leuke mix van alles. Dus ik zou zeggen, dames en heren, vonden jullie deze review nou leuk? Doe even een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal. Vergeet natuurlijk niet op de bel, zodat ik op de hoogte ben van elke nieuwe video. Elke dag om 4 uur komt er weer een nieuwe video online. En om 10 uur als er een bonusvideo is. Bonusvideo's worden aangekondigd op mijn Instagram, Mycross2000. En dan ga ik deze aflevering ook afsluiten. Nog een klein dingetje, ik was nog even wat te vergeten te vertellen. Ik had daadwerkelijk op displayed.com, ik zal het even linken in de beschrijving, heb ik daadwerkelijk ook een poster, ja, ze noemen het een display, heb ik gekocht van de Sopranos. Het is heel erg handig op te hangen. Display heeft eigenlijk van allerlei verschillende dingen, van je favoriete series tot aan games gerelateerde dingen, tot aan musical gerelateerde dingen, noem het eigenlijk maar op. Werk met een magneetje, met een plakketje, je plakt het op, je zet de display er tegenaan en je bent klaar. Dus daar heb ik deze mooie Sopranos display van vandaan. Ik zal het even linken in de beschrijving. Dan kunnen jullie daar ook eventjes naar kijken. Hele leuke site. Ik heb er al een paar leuke displays hangen. Ik heb displays hangen van Breaking Bad, van Better Call Saul, Back to the Future, South Park en nou daadwerkelijk ook de Sopranos. Dus dat is gewoon heel erg tof. Dus, dames en heren, daarmee ga ik deze aflevering toch echt afsluiten. Ik hoop jullie de volgende keer weer te zien in een geweldige, een nieuwe, mooie, prachtige video. Later, Tiny Penguins. Fucking quiz!